Hallo mensen, vandaag is Daniel. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag doen wij een VS. En ik zeg wij, want ik heb natuurlijk iemand motherfucking iemand meegenomen. Holy moly, ik heb iemand meegenomen. Niet meegenomen letterlijk, want hij zit aan zijn eigen thuis en zijn eigen huis en zijn eigen... Oké, dat duurt veel te lang. Milan tegen Don, oftewel mijn aardsrivaal, mijn grootste vijand. Ik heb een hekel aan hem. Ik heb een hekel aan die game meneer. Ik ga gewoon tegen hem battelen en ik ga nu bewijzen dat ik de betere gamer ben. En ik heb een leuk iets... Want ik mag beginnen met de game uitkiezen. En natuurlijk kies je altijd een game waar je een beetje goed in bent. Waar je in je vrije tijd naast het opnemen ook nog een beetje in oefent. En dat is voor mij natuurlijk Rocket League. Dus bij deze, ik ga Rocket League doen tegen Don. Let's do this! Oké, Don, are you ready? Hey, tuurlijk. Niet. Oké. Niet? Nee, het is gewoon geinig, hè? Woordgeintjes. Ik heb gekozen voor Rocket League. Ja, dat zie ik. Wat vind jij daarvan? Vind je het een leuk spel? Gewoon een geinig spelletje. Ik ga het een beetje? Ja, een beetje. Laten we daar maar op houden. Maar wat is deze map? Deze heb ik nog niet gespeeld. Nee, ik heb hem een paar keer gespeeld. Het is wel een leuke map. Alleen, zeg maar, alle hoeken zijn wat anders. En die zijn ronder. Ja, en hij loopt ook wat meer naar binnen toe en zo. En het is allemaal wat raarder. Oh, raarder. Mooie beschrijving. Oh shit, hij is mis of niet? Wow. Oh, wat een paal. Thanks, bro. Het was enigszins de bedoeling dat ik jou zeg maar kapot zou rijden. Waar is hij? Oh, daar is hij. Oh, shit. Meh. No, oh, ik heb geen boost meer. Gelukkig. Oh, shit. Ik moet echt zo inkomen. Zoals de squad zou zeggen, dat is de nare mannen. Oh. Yo, mate. Oh, nee. Boek. Ja, wat denk jij? Oh, ik ben echt zo mijn best aan het doen, omdat ik niet wil... Ik wil niet verliezen. Kut. Dit is heel moeilijk. Meh. Oh, gelukkig. Verneuk ik het zo hard. Oké, deze kan ik scoren. Misschien. Rij. Misschien, ja. Ah. No. Oh. Nee, gek. No fucking way. Die redding, ouwe. Fuck you. Ah. Ja, fuck you. Dat is gewoon de nare mannen. Klaar. Fuck you, man. Eerlijk, hoe hard had je verwacht dat die erin zou gaan? Ja, heel hard. Oh, daar kom ik. Niet. Ah, verdomme, staat hij daar mooi in de hoek. Ik ben echt goed aan het spelen. Oh man, ik heb het... Dit is hem. Dit is hem. Dat was hem. Dit is het zo'n dag. Niet! Jawel, nu! Ik reed verkeerd. Hoogst mogelijk, gek. In blijdschap reed ik verkeerd. Ik dacht, weet je, ik heb genoeg tijd om hem te pakken. Nope. Ah, oh, hoe is het mogelijk? Weer zo de paal. Ja, mooi. Oké, via de muur. Right. En dan? Oh, nee, kut. Hij stuit het. Meh. Op jou. Boek. Nee. Ah, man. Oh, dit is toch best wel een goeie, hoor, dit. Ja, maar die muren. Die muren, gekke muren. Oh, nee. Oh, nice. Aan de kant. Nee. Oh, nee. Oh, dit is een perfecte voorzet. Fucking muur. Oh. Ja, nee. Revanche. Deze muur klopt niet. De flying Malino. Woep. Ja, deze muur is echt... Nee, ik zweer, het is giftig. Meh. Ja, 10 seconden. Gaat hij het nog redden? Nee! Oh. Snel nog één! Ah nee, dit is triest. Man, het is zo lastig dit spel hoor. GG man. Het mocht niet baten. 1-0 voor mij, GG. Dat is inderdaad een 1-0. Hier, ik heb ook gewoon letterlijk 1 schot en 3 saves. Mijn leven is officieel kut verklaard. We gaan naar de volgende game en die wordt uitgekozen door jou. Ja. Damn. Ik heb gewoon de eerste punt binnen. Kaching! Kassa 1-0. Maar ik wist natuurlijk al dat ik een beetje zou winnen met de Rocket League. Want ja, ik ben al eenmaal van DHD de beste Rocket League speler. De aller fucking beste. Niemand van DHD kan me inmaken met Rocket League. Waarschijnlijk jij wel als je nu kijkt. Jij kan me vast wel inmaken. Maar niemand van DHD kan me inmaken met Rocket League. En dat heb ik hier even bewezen. Tenminste, voor nu dan in ieder geval. Bij Link en bij Matty en bij Don heb ik gewonnen. En bij... De rest komt toch allemaal wel. We gaan nu eerst de volgende game doen. En die game wordt van Don. Welke game is het? Hallo Don. Hey. Waar zijn we beland? Welke game is dit? Waar zijn we? Kansrijk globaal offensief.
Oh mijn god, Counter-Strike Global. En liggen hier overal wapens op de grond? Pak er eentje en schiet me door mijn koppie. Waar ben je dan? Oh, daar. Oh mijn god, je bent al aan het knallen. Tuurlijk, joh. Doe eens niet. Hier. 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 Stop. Oh man, nee, doe normaal. Vertel, waarom heb je deze game gekozen? Vind ik gewoon leuk. Het is een leuk gamepie. Ja, jij bent hier goed in, hè? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Voordat alle butthurt Counter-Strike kinderen op me afkomen. Ja, hij speelt echt als een zilver, dit, dat, ze zo. Yes! Ik heb het armor niet aanstaan. Dat kan een probleempje veroorzaken. Ik heb ook geen armor. Oké, dan koop gewoon aan het begin van elke ronde. Oké, dat kan gewoon niet. Kan niet. Street. Ja, dan moeten we het zonder armor doen. Ik speel sinds kort ook Counter-Strike CSGO. Dit spel dus, omdat ik zag dat jij het ook speelde en nog meer vrienden van mij. Ik had vrienden, daar kwam ik achter. En toen ben ik het ook gaan spelen en nu ben ik Gold Nova 3. Dus dat is best wel goed. Ja, je bent gewoon onderweg en dat is gewoon goed. Je bent ermee bezig. Jongen, jongen, je kilt me zo alsof het niks is en je praat gewoon door. Ja, jij praat er gewoon door. Heb je AWP? Ja. What the fuck, waar ligt die dan? Op een doosje en... op het balkonnetje ook. Ja, nee, daar ga je. Oh, ja. Daar. hoe kom je eraan? Ja, ik wil gewoon, die ook. Gewoon oppakken, huppakee, lekker. Ja, dan moet je me niet schieten. Ja, dag, dat is ja. Niet helemaal de bedoeling van dat spelletje, hè? Ik zie hem niet liggen. Nee, niet die kist. Hey, hou op het schieten. Ja, ik schiet hem maar af, hier, heb je hem. Ik heb hem op de grond geschoten. Hey, dankjewel, man. Ik ben hier veel beter in, man. Dit kan ik echt fucking goed. Let maar op. Oh. Ik zag je wel. Oh, waar ben je daar? Oh. Stop nou eens met belachelijk springen. Nee. Ik juke hem gewoon elke keer. Oh, nee. Oh. Ik was lekker in het magie, joh. Huppakee. Shit, waar ben je? Ben je kwijt? Koek, koek. Ah, nee! Ah, waarom doe normaal. En ook gewoon echt door het midden heen. Ja, nou man, ik wou je zoeken. Ja, dat is jammer. Is hij kwijt? Oh, hij komt hierheen hoor. Oh, toch niet. Oh! Ik had verwacht dat je op het plateautje zou gaan. Denk ik ook. Man. Ja, maar verder op het plateautje. Oh my god, je bent veel te goed. Hoeveel gaan we nou? Ik weet het nou niet meer. Ik geloof iets tot de 10 of zo. 10? Dat is nog 2 voor jou. Hey. Ja. Dat slaat nergens op. Oh, ik heb hem. Oh, huh? Hoe schiet je er doorheen? Ja, dat kan met AK. En ook met AWP, hoor. Oké, daar komt hij. Oeh! Oh, for real? Je gaat weer aan de rechterkant pieken. Godverdikkie, spannend. Oh, daar ben je. Oh, nou ja, doe normaal, man. Ah, je moet wel schieten, hè. Ja, doe normaal, man. Ik heb je 2 keer vermoord, man. Oké, nu gaat het gebeuren. Oh, joh. Oh, ik hitte je. Ja, in mijn kop door de kist. Verdomme, yes! Man. Fuck yes, dit is de comeback, bitch. 3-9. Mooi. Oh. Ja, nou, het is te laat. Nou, godverdomme. Ah, dan is... wat is de stand, Milan? Ja, 9-3 voor jou. Nee, maar uiteindelijk de best of 3 stand? Oh, de best of 3. De challenge stand is 1-1. Je hebt het gelijk gemaakt. Dat klinkt als goud in de oren. Ah, ik zal je wat anders geven in je oren. Stront. Ja, dat is helemaal jammer, hè? Ja, maar dat zijn de grappen die toe doen. Damn, het is 1-1. Ja, Don is gewoon veel te goed in Counter-Strike Global Offensive. Dat is echt niet normaal. Tenminste, vergeleken met mij is hij fucking goed. Ik vind hem echt fucking goed, fucking pro. Maar niet doorvertellen, want anders hoort hij het nog en dan wil hij het volgende keer weer of wil hij weer tegen mij spelen. En dat ga ik meteen weer verliezen. En dat wil ik niet hebben. Dus, nu mag ik weer een game uitkiezen. En ik ga een game doen die vrij onbekend is en die jullie misschien kunnen kennen van de DAD livestream. Als je hebt gekeken afgelopen weekend, of afgelopen 2 weken geleden alweer, het weekend. Daar hebben we dit spel ook gedaan. Het is een soort Super Smash Bros, daar lijkt het op. Als je dat nog kent van vroeger, van de Nintendo 64. Je hebt poppetjes en dan moet je tegen elkaar vechten en dan moet je elkaar van het platform afkrijgen. Wow, ik legde die klemtoon helemaal vaag. Maar dat spel gaan we doen. Dat ga ik doen tegen Don. Ik ben er niet super goed in. Don is ook niet super goed. Want we hebben het allebei heel even gespeeld op de livestream en that's it. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we gewoon
in de game gaan. Brawlhalla. Ik neem denk ik deze. Oh nee. Hebben we nou allebei dezelfde? Ja. Alleen ik heb de gele. Oké, dan pak ik wel een andere. Oké, daar gaan we doen. Dit is de game. Brawl. Ik ben de rechter. Ik ben dat meisje met dat gele plukkie op de kop. En jij bent die stier. Ja, ja. En ja, wat ik zei, je moet elkaar van het platform af tieven. En dat is een beetje de bedoeling. Je kan wapens oppakken. Oh man. En je kan aanvallen en weet ik het. Tjaka tjaka. Oh shit. Oh, en niet. Oh man. Hey, doei. Oh, toch niet. Wat, mate? Meh. Hoppakee. Oh! Ik zie dat jij enige ervaring ermee hebt. Dat is te merken, hè? Ja, ik heb best wel lang gespeeld ook op de livestream, hoor. En ook daarvoor nog even getest, van anders wist ik niet dat het leuk was voor de livestream, natuurlijk. Uiteraard. Hoppakee, gek! Oh god, mijn wapentjes. Hier. Hamer. Oeh, als je daar stond. Daar dus. Oh. Oh. Oh, man. Oh. Met Y doe je een speciale keiharde aanval. Oké. Kom hier. Kom hier. Shit. Loop niet meer. Hier, vang dan maar. Oh man, hoe gooi je die? Met R1. R1. Oké. Zo. Ach, kut. Ik gooi hem mis. Hier. Oh nee. Het is triest. Nee, niet aanraken. Nee. Hoppakee, gek. Stop nou. Hier. Oh. Oh! You fucking want, mate! Die was niet hard! In a wild! Oh shit! Op! Die... Oh nee! Oh. Wat? Dat was sick! Hier! Yeah. Wow! Wow! Hey! Calm your tits! Oppassen, hè! Calm your fucking tits! Oh! Kijk hoe de baas doet! Wat, hè? The fuck? Kom ik! Hop! Oh, kom ik! Oh. Hoppakee, gek! Hier! Hoi, vangen! Hey, nou, wat doe je nou? Dat heb vangen! Je doen. Kut! Oh man! Oh. Ik zag hem nog liggen en ik fucking trapte nog in ook. Dat is triest. Oh, dat is gewoon triest. Dat is gewoon jammer. Oh, ik gooi hem! Ik ga direct gooien! Man, hier! Hier, stop man! Ah, doe je eigen. Ja man, ik zit in een trap hier ook. Oh, fantastisch. Eerlijk, deze stier, hij bevalt me niet. Hij is te sloom. Is dat zo? Ja, ik vind... Oh man. Oh, oh, gewoon met de handjes. Oh ja, dit is ook een leuk ding. Ah. Als je deze doet en dan toetert, dan komt er zo'n beestje aan. Doe. Vies. No! Oh! Dat weet ik niet, ik was te gretig. In één keer kan het over zijn. Oh my god. GG. Ja, een serieuze GG dit. Ja man, dit is een leuk spel toch? Hij is zeker geinig. Een mooie afsluiter. Een prachtige afsluiter. Wat zeg ik? Een fenobidemedabele, dabele, prachtige... Nee, gewoon een perfecte afsluiting. Ik win gewoon. 3-1 wou ik zeggen. 2-1. Gelukkig. Gelukkig, ik win weer eindelijk een challenge. Het is een tijd geleden, niet, want de vorige heb ik ook gewonnen. Maar hey, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En ik zie jullie graag bij een volgende VS. En wil jij mij tegen een YouTuber zien? Laat dan even een reactie achter tegen welke YouTuber. Ik zie je graag, volgende keer. Tja, hier. Wow! What the fuck doet ze? Knap schaatswerk. Thanks bro, what the fuck deed ik? Level up, level up. Если устал, запускай. Level up, yo. Level up, yo. Level up, level up, yo. Level up, level up, о. Выход на уровень новый, you know me. Стайл до этого был более тонный. На тонну не надо нам маны для канонады. Так он законом в погоне понял, что били верда. Дам дань моде новыми фишками, лишь бы ты гонял этот трек на репите до вишни. Друг лишним не буду и мать я буду в аду. Заведет вас, разгоняя победу.